Dit jaar is de traditionele hutspotmaaltijd op het Garenmarktplein. En met als primeur ook een veganistische hutspot. In totaal zijn er een kleine 3000 maaltijden uitgeschept, waarvan 200 zonder enige vorm van dierlijke eiwit of wat dan ook erin. En iedereen is erover te spreken, iedereen vindt het lekker. En de voorzitter van de 3 oktobervereniging, nou, die weet ook wel wat hij voortaan wil eten. Ik vond die veganistische hutspot fantastisch. Echt, oprecht, heel erg lekker. En ik had geen enkele behoefte meer om die andere te proeven. Dus ik kan het oordeel niet vellen, maar ik had er dus ook geen behoefte aan. Dus ik laat het voor dit jaar maar eventjes bij de veganistische. Het was wel lekker eten, toch, op de Garenmarktplein? Het was eigenlijk hartstikke lekker. Ik vond het eigenlijk heel bijzonder. Het lijkt wel alsof die 2 jaar wachten en oefenen de hutspot maken geen kwaad heeft gedaan. Jullie hebben hem al bijna leeg. Ja, maar dat is zo lekker. Dus echt Leidse hutspot. Van de beste slagerijen. Heerlijk. Lekker warm, lekker top. Helemaal goed. Heerlijk. Volgend jaar weer? Zeker. De veganistische hutspot. Ja, de echte vegan hutspot. Voor het eerst dit jaar. Ja. En hoeveel heb je er al opgeschept? Volgens de cijfers 200, maar ik denk wel meer. Ja. En mensen die het die daarvoor kiezen, hebben het en dan het idee van we missen nog wat? Of zeggen ze nee, dit is helemaal compleet? Hartstikke enthousiast. Ja, zeker weten. Heel enthousiast. Ja. Ja, en we staan nu op het Garenmarktplein. Anders is de hutspotmaaltijd altijd op de Hooglandse Kerkgracht. Is dit nou beter of gewoon anders? Stiekempjes hoop ik dat we volgend jaar weer daar zijn. Want dat vond ik ook wel een hele gezellige plek. Maar ik snap wel dat ze de boel een beetje bij elkaar hebben willen houden. Het is ietsjes kleiner van opzet dan de andere jaren. Dus dan wil je je middelen ook zo efficiënt mogelijk inzetten. Ja, dat moeten we nog evalueren. Weet je, die Hooglandse Kerk is natuurlijk ook wel heel mooi qua ambiance. En met die bomen zo. En de bewoners vinden het volgens mij ook echt wel heel leuk dat het daar is. Dat hoor je ook wel eens anders. Dus dat moeten we gewoon kijken hoe dat volgend jaar uitpakt. Sjaak van der Gijn, we zijn hier op het Garenmarktplein met een hutspot die gevonden is in jouw achtertuin. Ja, het is een lange tocht geweest. Maar we zijn een jaar of 4 geleden zijn we begonnen de zoektocht naar waar de schans lag. Waar de hutspot gevonden was. En eigenlijk zo'n beetje 4 jaar na dato hebben we hem net aan de burgemeester en de voorzitter van de 3 oktobervereniging aangeboden. In de hoop dat hij op wordt genomen in het feest van het jaar natuurlijk. En hij werd hierheen gebracht door Gijs. Ja, ik ben vandaag speciaal nog een keertje teruggekomen om die hutspot hier te brengen. Want we moeten natuurlijk twee historische feiten eigenlijk rechtzetten. Eerst de plek van de schans. Nou, Sjaak heeft het verteld. Maar ook de vinder van de hutspot. Cornelis Joppens, vergeet die naam. Of onthoud hem uit sympathie. Maar ik was degene die de hutspot vond. Gijsbert Cornelis Schaak. Vergeet die naam nooit meer.